Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk De Leu. De grootste fout die je kan maken is je trekpaard onderschatten. Dit betekent dat je in alle omstandigheden net iets slimmer moet zijn dan je paard. Andreas van Heijten zet je in deze uitzending op weg om met je trekpaard te gaan werken. Hij vertelt hoe je het aanleren rustig moet opbouwen hoe je een paard moet laten wennen aan het materiaal, dat je spieren en longinhoud moet kweken, zacht aanleggen en veel ervaring opdoen. En dit alles met geduld en respect voor je paard. Ja, goedemiddag. Ik ben Andreas van Gijten uit Moerzegen. Uh, ik heb een kleinschalig landbouwbedrijf uh, waar ik voornamelijk nog het werk uitvoer met uh, trekpaarden. Uh, ons bedrijf is ook uh, meest gericht op thuisverkoop van allerhande producten. Aardappelen, hooi, stro, granen, bieten. Uh, alles, we proberen alles particulier te verkopen om zo met een iets kleiner areaal, areaal toch een inkomen bij in te rapen. Um, de paarden ja, hebben eigenlijk ja, heel mijn leven al een rol gespeeld. Ja, dus van Keens, van, van door de grootouders al. Uh, ja, ik heb dat ook overgenomen. Uh, ja, ik zie me echt niet heel leven in zonder de paarden. Ik zeg niet dat het noodzakelijk is om ermee te werken. Maar geen, geen paarden meer hebben, dat, dat, zie ik toch niet meer zitten, dat zie ik toch niet meer zitten. En op deze moment kunnen we er nog altijd er goed gebruik van maken en nog veel gebruik van maken. En ik moet ook zeggen, ik ga dat misschien straks nog een keer herhalen, meer of één keer. De gouden regel bij werken met trekpaarden is oefening baart kunst. Dat is eigenlijk de gouden regel die iedereen moet onthouden. Hoe meer, hoe meer men met de paarden werkt, hoe beter het steeds zal gaan. En hoe liever het men doet, en hoe liever men iets doet, hoe meer men het doet, en het zal nog beter gaan. En dat is eigenlijk de basisregel voor iedereen die met paarden werkt. Uh, ik ben misschien soms een, een rare voor iets te zeggen, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk met een jong paard beginnen werken. Er is, je moet steeds met een jong paard beginnen. Dat is, dat is zo. Maar ik kan maar één, één tip meegeven: je moet er niet tegen vechten, want je verliest toch. Als je tegen een paard, als je, als je denkt van ik moet hem hier overwinnen en waarom ik het tegen vechten, nee, je verliest. Zo simpel is het. Je bent steeds paardenknecht. De is paardenmeester, met een boer is paardenknecht. En het paard is baas. Zo simpel is dat. En met een jong paard begin eerst en vooral met hem iets in een schrale conditie te zetten. paard in een schrale conditie gaat iets rustiger zijn, gaat iets gedweer zijn. Gaat ze gemakkelijker laten betuigen. Gaat ook ietsje gedwe gedweer meegaan met het handpaard. Een goed handpaard is ook zeer belangrijk om jonge paarden op te leren. Heeft men dit niet, als het me, bijvoorbeeld bij een, bij een eerste paard, heeft men geen handpaard, dan is dat geen probleem. Men kan zeker dat paard leren, maar het zal ietsje meer tijd en ietsje meer inspanning vergen. Men moet bijvoorbeeld uh, gewoon leeg met dat paard, zonder iets achter, beginnen rondwandelen op straat om het verkeer goed te kennen en zo meer. Dat, dat is wanneer dat je geen handpaard hebt. Wanneer dat je een goed handpaard hebt, dan is dat geen probleem, gelegd aan een jong paard naast, er mag er een kar achter hangen, er mag er een ploeg achterhangen, hangen, dat blijft dan gelijk, dat antpaard trekt zijn plan, en dat antpaard leert automatisch een jong paard, dat is geen probleem. Ik denk dat het dus ook, indien het mogelijk is voor sommige mensen, wanneer ze iemand kennen met een goed geleerd paard, de vraag stellen van mag ik een keer bijspannen, spannen, dat moet mogelijk zijn. Dat, dat, ja, ik denk niet dat dat een probleem zou mogen zijn. Het is toch een, een traditie en een mooie manier van werken die eigenlijk moet in ere gehouden worden. Uh, dat is eigenlijk iets dat toch, volgens mijn inzien niet mag verloren gaan. Uh, wat we ook voor veel jonge fokkers zien, ja, nu door de corona niet meer, maar tot de laatste twee, drie jaar vond ik dat er regelmatig initiatieven waren zo initiatie werken met trekpaarden voor jonge beginners. Ik heb daar eigenlijk een beetje een dubbel gevoel bij. Uh, langs de ene kant is dat, zijn dat mooie initiatieven, mensen komen samen, mensen wisselen misschien tips uit, maar het probleem is, een jong paard leren werken op een moment dat er 10, 15, 20 andere mensen op je wanden staan te kijken, dat is echt, dat is niet voordelig. Je bent, ja, je bent zelf een beetje onder stress, dat paard ondervindt dat je een beetje stress hebt omdat iedereen staat te kijken, en meestal loopt dat niet zo goed af. Je moet paarden kunnen leren in thuisomgeving, rustig. Ik zeg het, ik ga die, die initiatieven niet afbreken. Maar je moet niet verwachten dat je, dan, als je zo naar een initiatief naartoe gaat, dat je mee geleerd paard gaat thuiskomen. Ik denk niet dat dat echt uh, allee, dat dat, uh, het einddoel kan zijn. Uh, maar ik zeg het, ik, ik had het nog een keer dat al. Oefening baardkunst, jonge paarden, hoe meer dat je ermee bezig bent, hoe beter dat het gaat. Hoe beter dat het gaat, hoe liever dat je het doet en dat is, dat is een bal die aan het rollen gaat. Ik zeg het, oefening baardkunst, dat is het belangrijkste, dat kan iedereen kan meegeven. En doe dan een kritische fout, dat is geen ramp. Dat is geen ramp, zolang het paard er geen nadeel van ondervindt. Wanneer het paard iets fout doet, moet hij... Een, een jong paard dat iets fout doet, moet veel uh, krediet geven. Een jong paard moet echt veel krediet geven. Doe dus, dus ze niet fout. Je corrigeert ze op een zachte manier. Of gaat het uw uh, jongpaard corrigeren, dat is allemaal geen probleem. Maar uh, ik zeg het nogmaals, met een jongpaard dan moet je echt veel krediet geven. Een ouder paard dat zijn, dat zijn werk kent. Daar mocht je geen krediet aan geven. Een keer als dat iets aangeleerd is, is het aangeleerd. En dan mogen ze er niet meer van afwijken. Want als je dan begint toe te geven, ja, dan, dan is het van geef ze een vinger en ze pakken een arm. Zo simpel is dat bij een paard. Dat is hetzelfde ook, dus die, die trekwedstrijden. Uh, ja, je kunt daar ook voor of tegen zijn. Ik heb er ook een dubbel gevoel bij. Uh, dat is ook gezochte paarden een grens op. En eigenlijk mag een paard mag niet weten dat het een grens heeft. Wanneer dat paard een keer gestopt is, bijvoorbeeld, ik zeg iets maar op 1500 kilo te trekken, dan gaat het de volgende keer zeggen: Oh, ik, heb, ik ben gestopt op 1500 kilo en ik mocht naar huis. Maar gaat hij de volgende keer zeggen: Op 1300 kilo kan ik ga naar huis. En, ja, en, achter twee, en achter twee maanden is het gedaan. He. Achter twee maanden trekken geen liege lege kar meer. He. Zo simpel, zo simpel is het, he. paard is niet dom, he, paard. je moet eruit altijd van uitgaan dat je paard slim is. He. En dat is, ik zeg het, je een paard eigenlijk zijn grenzen niet opzoeken. Je moet, dat is ook een beetje een kunst, als voerman, weten waar de grens juist ligt en juist voor die grens stoppen. Dat is eigenlijk, ja, als je dat kunt, dan ga je er lang, lang en veel met paarden rijden, zo simpel is het. Soms is het simpel, maar je moet het weten. Je moet het simpel. En, en, en als je bepaalde dingen weet, omdat het je verteld wordt of omdat je het niet hebt, dan zeg je achteraf van ja, eigenlijk, ja, dat moest ik geweten hebben. Of eigenlijk, ja, dat is waar. Ja, ja dat zijn simpele dingen, maar wel met een grote impact. Hey, bijvoorbeeld, uh, een paard laten rusten op de nakker. Hey, steeds aan de achterkant van de nakker laten rusten. Wanneer dat paard dan terug moet vertrekken na een kleine rustperiode, mag ze terug de weg voor huis nemen. En ze gaat het veel vlotter vertrekken als dat ze gerust heeft. Aan de kop van de nakker. Dat zijn simpele kleine dingen, maar dat is een grote impact voor dat paard. Hetzelfde ook, een jong paard, bijvoorbeeld, het, het bit leren innemen. Je moet daar niet tegen vechten, je moet daar niet... En ook, wat is ook het probleem? Men steekt een jong paard een bit in, en men gaat er direct mee gaan rijden. Niet steken keer dat bit erin, en direct in, dan is het direct van Jutweg of eierom, hey, en een keer kleine snokjes geven, of een keer trekken. Hey. Niet doen. Een jong paard steekt er een bit in, en je steekt dat paard twee dagen in de weide met dat bit in. Zonder kinketting. Kan zich niet het leert daar meten, leert daarmee drinken en dat paard gaat ganse leven dat bit innemen, gelijk of een klontje suiker, zo simpel is dat. Maar je moet, gewoon een keer 48 uur met dat bit in de weide jagen. Dat is, dat is, dat is, dat is, geen, dat is geen mishandeling, dat paard heeft daar geen last van, zeg maar zonder kinketting, Het paard kan zich nergens afverzeren en ze leren er meten, ze leren ermee drinken en de maken, ik zei het paard maakt een... Zeg, paarden zijn gewoonte dienen. Veel dienen, alle gedomesticeerde dienen zijn eigenlijk gewoonte dienen. Uh, het is hetzelfde met gareel opleggen ook. Je moet dat gareel opleggen. Gewoon opleggen, een keer een uur laten opleggen, maar niet beginnen te doen trekken of zo. Want dan voelen ze toch een keer als een wrijving of een eender of een, een pijn. Dat is niet de bedoeling. Leer ze eerst hun materiaal kennen zonder trekkracht, zonder wrijving. Zonder en ze gaan dat allemaal veel beter aanvaarden als ze er direct mee begint te werken, direct mee begint te trekken. Ja, dat, dat vind ik toch ook wel belangrijk. Alles in, in het begin opbouwen en een keer als het opgebouwd is, gaat er geen problemen meer hebben. Uh, ja. Wat ik ook wel belangrijk vind, natuurlijk, dat is ook mijn manier van rijden. Ja, we rijden op koordeel, op de enkele lijn, zoals we dat zeggen. En ik leer ze ook direct op de enkele lijn. Niet eerst op de dubbele lijn en dan op de enkele. Direct op de enkele lijn, voor wat? Omdat ze dan niet weten dat er iets anders bestaat. Wanneer je eerst een paard leert op de dubbele lijn, en dan gaat hij naar die enkele lijn, dat is geen probleem. Maar in, maar in, in een, keer een stress of een panieksituatie, dan weet dat paard van, oei, het kan anders ook. Maar als ze alleen maar die enkele lijn geleerd hebben, dan kennen ze ook in die, die, die stresssituatie anders niets. En ze gaan er 100% naar luisteren. Ik vind het veel veiliger van direct op de enkele lijn, als, als dat de eindbedoeling is. Natuurlijk, ja, mensen in koetsen en, en voor marathons en zo, is dat allemaal iets anders. Die mensen moeten op de dubbele lijn rijden. Dat begrijp ik wel. Maar als het puur voor het werken is, zou ik zeggen, direct op de, op de enkele lijn beginnen werken. Direct. Niet, niet eerst op de dubbele lijn. Ja. En zeker, zeker dat jong paard niet overzetten. Nee. Zeker dat jong paard niet overzetten. Nee. En wat dat ook wel belangrijk is, als je aan het werken zit met een jong paard, en ze beginnen het moeilijk te doen omdat het een beetje tegensteekt, of ze zijn het wat beu, Op die moment moeten voortdoen. Op die moment moeten we niet stoppen dan moeten ze zeker nog een kwartier, twintig minuten voort doen, totdat ze zeggen van ja, het is goed, hé, ik, ik doe het wel, ik doe het wel. Ze geven, totdat ze aan, aan de, de voerderman toegeven van ja, het is goed. jij zegt dat ik moet voortun, ik doe voort. En als je op dat punt moet stoppen, maar vroeger moet je niet stoppen, want als het paard zegt van ik ben het hier beu, ik ga stoppen. En als gij dan zegt, het is goed, ik geef het u toe. Ja, dat is, ja, zit zitten onder, de onder even van uw paard dan die zitten niet goed bezig. Die zitten niet goed bezig. En wat ik ook wel soms zie, wat ik ook wel soms zie uh, bij veel mensen. Uh, en zelfs bij mensen die al jaren en dag met paarden rijden, dat de, buikriem, dat de buikriem bij veel voerman te strak aangespannen is. En moet een, een buikriem moet altijd van, het, van onderaan de buik tot aan de buikriem in losse toestand, daar moeten drie vuisten tussen kunnen. Een buikriem is eigenlijk, maar, ja, is eigenlijk maar voor alles een beetje op zijn plaats te ze mogen daar niet op trekken. De rugriemen moeten lang genoeg zijn, maar een buikriem moet ook uh, ruimte hebben tussen, tussen het verdiep van het paard en de bukring moet zeker plaats genoeg zijn en dan natuurlijk een passend gareel uh, ik, rijd ook, ik rijd ook liever met een iets zwaarder mondstuk maar wel met lucht, uh, lichte lijnen dus uh, luchtkordeel uh, lucht, uh, uh, lucht, maar wel zware mondstukken dat rijdt veel gemakkelijker Wanneer, ik heb sommige mensen al gezien met een paard van 1000 kilo ze steken daar uh, een bitten bit van, van een warm bloedje ik maar zeggen. en dan uh, hangen ze daar koorden aan ja, twee duimen dik dat is, dat is niet anders voor mij te rijden ik rijd liever met een iets zwaarder mondstuk maar met lucht lijnen Tenminste, dan kun je in één hand twee of drie lijnen pakken en je kunt met je, je rechterhand nog je machine bedienen. Dat is toch ook een groot voordeel, want als je, je twee handen nodig hebt om, om alleen nog maar je lijnen vast te nemen, ja, dan kun je de machine niet meer sturen. Nee, dat, dat is niet handig. Een jong, paard, ja. een jong paard neemt ook sneller op dan een oud paard, hé. dus voor, voor een alles gewoond te worden aan tractors, camions, eh, ik, ik noem maar op, eh, dat moet allemaal in de jongte gebeuren. Hé. Bijvoorbeeld heb je zelf een tractor of heb je je geburen een tractor, eh, neem de jong paard en, en bind, bind hem dan een keer een uur of twee aan. Gewoon in een tractor gebonden zetten en laat die een tractor een keer draaien, hé, een, keer een uur of twee, dat hij een keer goed lawaai maakt. Ja. Ja, zo leren ze het wel. Eens, he. Ze gaan de volgende keer in het verkeer nog niet veel meer opkijken. En, en, en daar doen ze zich geen, geen pijn aan. He. Ik bedoel, ja, het is maar als je in het verkeer ja, iets tegenkomt, ja, dan, is, dan is het moeilijker. He. He. Je eigenlijk, ja, ze moeten thuis eerst goed geleerd worden dat je in het verkeer komt. Natuurlijk, he. Anders krijg je de gevaarlijke situaties. Ja. Want dat is een beetje de dag van dag. Ja, dat is een beetje een probleem. Uh, ja, wij kunnen wij misschien allemaal goed genoeg met ons paard rijden. Ja. De andere mensen zijn ook op de, op de, op de openbare weg. De, de automobilisten, euh, de motorrijders, eh, noem maar op. Ja. En de mensen hebben we geen weten meer van het paard of zijn reacties of zijn handelingen. Ja. Je kunt de mensen dan niet kwalijk nemen, maar dan moeten maar als voerman zien dat je daar veilig kunt tussen laveren. Hè. Ja, zo simpel is het. Ja. Het ligt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij onszelf. Hè. Ja. Wat ik ook zou willen zeggen, zeker, aan jonge zeker voor jonge beginners, wat ook belangrijk is. Je kunt, je, je, het is misschien een aardig uittrekken, maar je kunt van een dopper niet verwachten wat je van een werkman kunt verwachten. Ik bedoel, een jong paard, hij moet opbouwen. Hij moet uithouding kweken, hij moet, hij moet longen kweken, dat moet allemaal gekweekt worden. Hij. Spiermassa moet gekweekt worden. Hij. Je kunt niet verwachten dat je vandaag een jong paard inspant en dat hij binnen 14 dagen een hectare gaat ploegen. Je mag dat niet verwachten, hij, want dat paard is kapot. Hij. Dus je moet echt traag opbouwen hij, en ja... Ik zeg het, een paard is rap geleerd, Die paard kun je op een paar weken leren. Maar een werkpaard, dat duurt een jaar en half. Hè. Een werkpaard, dat duurt de jaren half. In een jaar en half. Je leren is dat op drie weken gebeurd. Dat is je, jut hey, en je en en, 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 en en dat is allemaal geen probleem, dat is op drie weken geleerd. En, en het verkeer ook, dat, dat gaat allemaal op. Maar een echt, doorwinterd werkpaard, dat is. Ja, dat is een jaar en een half, zo simpel ze moeten, ze moeten een keer een voorjaar meegemaakt hebben ze moeten een keer uh, een achterjaar meegemaakt hebben en, hey, het zaaien, uh, het toosten, ze moeten in het voorjaar een keer, uh, een keer, uh, een keer uh, het ploegen uh, en het leggen. ze moeten alles een keer meegemaakt hebben en dat kunnen ze zeggen ja, hey, ik heb een doorwinterd werkpaard ik heb zoveel leven, Ik ik ga nog maar vertellen ik heb, ik heb uh, in 2000 en, uh, 2009 2009 heb ik een keer een zwaar accident gehad met bomen zagen en uh, ik kon verschillende weken uh, mijn paarden niet inspannen en dat was een redelijk zwaar accident. En hier, waar, hier op de gemeente zijn nogal veel mensen die asperges, asperges hebben. En die bedden aanploegen of die bedden uh, afploegen, of, of dan ik de grond er snop eh, ik kan dat veel doen overal met de, met de paarden. En eh, een goede kamerad van mij, die ook met asperges staat, ja, die heeft nog nooit meer een paard gereden, nog nooit, nog nooit. Maar die is apart eh, in die tijd mijn handpaard. Eh, die kwam mijn handpaard al. Maar ik, was, ik kon er zelf niet meer rijden. Ik was niet in de mogelijkheid. Ik, had, ik weet niet wat allemaal gebroken. Maar ze hebben mij gewoon op de kar gezet en die gast is met dat partner naar Nakker gereden en die gast heeft volledig dat sperse klaargelegd. Maar dat paard daar alleen, die jongen liep er gewoon maar achter. He. Zo simpel was dat. Het was niet meer dan dat. He. Want ik zat gewoon op de kar, Het ja. kost, kost me niet goed verzetten, ik zat er maar te kijken. Wel, taal, ja. Dat moet je niet zeggen, je moet, je moet het wegdraaien of je moet er hem afdraaien. Dat ging van die, van die rij in de ander, dat zijn eigen. Die gast liep erachter, die moest niets doen. Dat is zijn ja. dat, dat werkpaarden, zo simpel is dat. Het is hetzelfde ook. alleen dat is nog weer iets. Ik spring nog een nak om de tak. Bijvoorbeeld de grofte van de been. De, van de, been. Ja. de armen van een bankdirecteur zijn ook niet gelijk op de armen van een dokwerker. ja ja dat, ik bedoel, Er is een deel genetisch aangelegd, maar fenotype is genotype met milieu-interactie. Hetgeen dat je meemaakt in je leven bepaalt dat ook. Een ja, paard dat al dagen gewerkt gaat gaat automatisch ja, grover voor een dag komen. He, allee, die, die gaat uit de klote gewassen zijn, er komt kom spieren op, er komt vlees op. Een ja, paard dat in de wijs staat, gaat dat niet hebben. He, die gaat alleen maar vet gaan kweken. He, ja. Want ik vind ook de paarden zijn gemaakt om te werken. Ze zijn, er echt, ze zijn er echt voor ontwikkeld. He. Dus dat is geen straf, dat is echt geen straf he, voor een paard voor te werken. Want ik, ik heb al paarden gehad. Bijvoorbeeld, als ik, als ik een paard ging halen naar de wei en ik liet een andere staan. Dat die echt lastig en kwaad op de wee. Gans namiddag rondliepen omdat ze niet mee mochten. Neven te gaan werken. Ja, echt koffer zijn. He, omdat, ze niet, omdat ze gewoon niet mee mochten gaan werken. Ja, dat, dat, is, dat, is een, dat is een werkpaard. He. Een werkpaard doet al graag, dat graag. Oh, dat is zo simpel als je ja. het. Dat is geen straf voor die paarden, maar je moet het op een goede manier uitvoeren. Ja. Maar ik zei het nogmaals, oefenbaar te kunnen de kunst, zo simpel is het. En hoe meer dat je dat doet, hoe beter dat gaat en hoe, meer, en hoe liever dat je dat doet, zo simpel is het. Ja. Dat is zeker belangrijk bij jonge paarden. Zoveel mogelijk, in de mate van het mogelijk, als je u draait, als je moet omdraaien, naar, naar weg draaien. Altijd weg draaien, dus naar rechts. Omwille van het feit dat je met koordeel rijdt en dat paard draait naar rechts, heb je hem altijd bij de hand door aan je lijn te trekken. Als, als er iets gebeurt of dat paard verschiet en hij zou door te hard doorspringen, kun je hem tegen trekken. Wanneer dat je je paard naar links laat draaien, wanneer dat je hem eerder laat draaien en dat paard verschiet en hij, en hij zou voort doorspringen, je kunt hem nooit niet tegenhouden met de enkele lijn, omdat je... De de rechterkant niet tegen trekken, je kunt maar met kleine snokjes dat tegenhouden. En je gaat een paard dat verschoten is, nooit niet tegenhouden wanneer dat hij erom aan het omdraaien is. Het is het belangrijk voor mijn jong paard, zeker zoveel dus mogelijk, in de mate van het mogelijke, uh, weg te draaien. Dus dat is ook nog iets dat ik voor de veiligheid wil meegeven. Misschien niet onbelangrijk. Wat ik ook nog zou willen zeggen, uh, maar dat is natuurlijk een vrije keuze, maar ik rijd dus, rij dus altijd zonder oogkleppen. Dat is een volledige vrije keuze, maar ik ben daar zeer voorstander van. Het, is iets, het duurt iets langer. Als ze rustig zijn, zonder die oogkleppen, een paard met oogkleppen zou rapper rustig zijn. Maar zonder oogkleppen, een keer, als dat ze daar echt goed op staan, dat is echt een droom. Ze zien alles, ze weten alles. Bijvoorbeeld verbieten te laden ook. Eh... Je zit op nakken zonder oogkleppen. Dat paard volgt u. En die ziet dat je van voor komt aan uw kar. Dat je gaat met bieten laten. Het paard kan uit zijn eigen vertrekken en voortrijden. Ja, een met me oogkleppen kan dat niet. He. Dus ik, 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 vind wel, ik ben voorstander van zonder oogkleppen te rijden. Maar natuurlijk is iedereen zijn vrije keuze. Maar ik vind, een keer als je het kan, is het echt veel aangenamer als met. Dat is mijn ding. En zeker zien dat uw paard niet zwaar gevoederd staat of, 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 of in zware conditie of, of, of goed uitgerust staat en dan ermee beginnen dat is, allee, dat is iets ja u, allee, begin met uw paard. Eerst een beetje schaal te zetten in conditie. Wat dat ook niet slecht is, natuurlijk, dan moet het in als voerman ook zelf ondergaan. Um, wanneer dat bijvoorbeeld slecht weer is of heel warm is, dan kun je ook op paard leren werken. Ze zeggen, ja, ah, braaf man, natuurlijk, de voerman ook. <laughs> als ik een keer, als je een keer wat veel regen of een keer wat je de zon op, op je lichaam krijgt. Ja, het paard is braaf, maar het mannen kan ook. Allee, ja, bedoel, ja. Wat je misschien ook wel kunt doen bij jonge paarden, dat is ook iets. Dus nu de, de strengen, de strengen dus vanuit het gareel dus naar, naar het machine, hè, dat zijn uw kettingen. Maar bij jonge paarden is het misschien best dat men uh, touwen gebruikt. En, uh, en, altijd een mes, en altijd een mes in je gaan hebben. En als er iets verkeerd gaat of er gaat iets mis met dat jonge paard. En het zijn uh, touwen strengen. Je neemt die mes en je snijdt dat door. En alle gevaar is geweken. Natuurlijk, hey, als dat met kettingen is en, en dat staat onder spanning. je krijgt dat nooit niet af. Tegenover een touw, ja, je snijdt dat af. En je kunt je paard wegnemen als er, iets, als er iets tegen gaat. En ik, wat ik ook altijd doe, dat is uh, de paarden niet te lang... Uh, gekoppeld laten liggen. Dus je eh, dus hebt je handpaard, je hebt je gekoppeld paard, maar ik laat de paarden, als kan niet te lang gekoppeld liggen. Ik, ik, ik neem ze erop, zo, zo, liefst alleen, of ik leg ze een keer in de het hand. Het is maar, als je een paard twee, drie jaar altijd maar gekoppeld legt, om duur is het nog moeilijk voor een handpaard of een paard daar alleen kan werken van te maken. Ze zijn zo gewoon van in zich te betrouwen op dat handpaard dat ze zelf geen initiatief meer nemen. Je moet de paard een keer alle, alle plaatsen in het koppel laten, 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 laten doormaken. Dat is ook niet slecht. Uh, een, jong, een jong paard, allez, een paard leren werken, daar zijn twee belangrijke dingen aan. De echte twee belangrijke dingen, dat zijn zacht aanleggen. Zacht aanleggen, altijd belangrijk. Want anders rijden je heel uw boel kapot en, 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 en uw paard zal hem duur niet meer willen trekken. Dus zeer zacht proberen na, te doen aanleggen. En goed kunnen stilstaan. Dat zijn de twee belangrijkste dingen voor een werkpaard. Hoe kunnen stilstaan en zacht aanleggen. Als een paard dat kan, dan kun je er overal mee naartoe. Nou, hij nou in de koppel niet, maar bijvoorbeeld die, die grijze bijvoorbeeld, wil ik iets middags in huis vergeten, die, die blijft voor de kar staan, die komt er niet af. Ik kon in nooit verteden en die blijft tonen. Ja, dat blijft. Staan. Ja. En dat moet ook, ja, dat moet hebben. Dat moet hebben. Ja. Uh, de paarden, ik zeg het. Ja, de, ja, ik, heb, ik heb een hart voor de paarden altijd gehad. Uh, ja. Dat is, ja, moesten, moesten we het kunnen. Ik zou een tractor volledig opzij zetten en alleen met de paarden werken, maar ja, dat kan financieel kan dat niet uit. Ja, we vandaag, je moet genoeg produceren in de landbouw voor toch. Hey, je moet genoeg productie hebben, dus met de paarden alleen kun je het niet, niet meer rondkrijgen. Ja, je hebt daar te weinig tijd voor. Dus maar zeker voor uw grond, want voornamelijk, uh, ja, ik zeg het recht uit, het ploegen gebeurt nu meestal met een tractor, maar na het ploegen wordt er nog zo min mogelijk met een tractor op de grond gekomen. Dat is het meestal allemaal met de paarden. Ook voor die bodemverdichting, dus voor geen, geen water op het land hebben, ik, ik ondervind toch dat, dat, in droge jaren, dat in droge jaren de grond iets beter zijn vocht houdt en dat in natte jaren de grond iets beter zijn vocht kwijtgeraakt. Dus ik zou niet zeggen uh, dat we steeds topopbrengst nemen, dat zou ik zeker niet zeggen, maar in jaren dat het voor veel mensen echt slecht is omwille van de grond weersomstandigheden, gaat omstandigheden, hadden mijn land dat bewaard is, mijn paarden toch altijd nog een, een redelijke opbrengst hebben. Tegenover dat je met kapotgereden land van tractor geen opbrengst gaat hebben bij die extreme weersinvloeden. Dat, dat maakt wel echt een verschil. Dat vind ik wel. Dat maakt echt wel een verschil. En uh, ja, ik zeg het. Mijn met, 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 met goedkope paarden kunnen ook echt veel werk verzetten. Zeg. Ik zeg dat als, als je hier een hectare of een graan kunt zaaien op één dag, dat is niet slecht. Hé. Ja, ja, en dan reden ik in een dag meer. Hé. Ja, ja, zo simpel is die. Als man en paard echt goed op elkaar gespeeld zijn, he. dat is echt een droom. Dat is echt... Soms, als paarden echt goed geleerd zijn, dan moeten zelfs op nakker. Moet je zelfs je lijn niet bewegen. Nog maar denken van jong, we moeten naar daar draaien. Dat paard gaat naar daar naar daar draaien. He. Ook al denkt het maar. He. Dat is op elkaar gespeeld zijn he. en dat is effectief, zo. He. Ja, soms, soms dat ik bijvoorbeeld naar een, naar een punt kijk en ik zeg: met een echt goed geleerd paard op de baan en ik kijk naar een bepaald punt op mijn nakker, dat paard gaat er naartoe gewoon omdat ik er naar kijk niet omdat ik met mijn lijn beweeg. En dat is, dat is op elkaar ingespeeld en, en dat is echt, ja, dat is, dat is hetgeen dat je wel wilt bereiken met je paard natuurlijk. He. En als het een keer echt, een keer, bijvoorbeeld, een keer moeilijk is, he, het, is een, het is een keer nat of zo en, 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 en toch zie je dat paard een keer dat extra kunnen doen voor u voor, he, voor met die kar patatten of met die kar bieten van het land te komen, he, dat zou je een keer zetten, dat zijn nog maar een halve meter hoog zijn, Allee, dan ja... Dan, ja. Ja, er is ben ik content als je paard dat op een degelijke goede manier kan. Ik zeg het, maar dat is ook weer dat, het, het zachte het zacht aanleggen, het zachte leren en, en proberen ja, van zo toch zoveel mogelijk uit dat paard te krijgen. Want het paard kan echt veel, maar uit zijn eigen gaat het niet altijd veel doen. Je moet hem een beetje, ja, het is een beetje een vertrouwensrelatie. Hè? Het is een vertrouwensrelatie, zo simpel is het. Ja. ja, paard vertrouwt erop dat je hem vraagt dat dat goed is en dat hij, gaat hij dat doen voor u. Natuurlijk mocht dat vertrouwen ook niet, niet beschamen door een paar dingen te laten doen dat hij niet kan. He. Want hij gaat hem zeggen: ja, ja, maar ja, als zoon, he, dat, dat zou niet, niet getrouwd blijven. He. He, maar dat is zo. He. Ja. Ja. Het is, is een dat ik zeg: he. mag ik dat nog toevoegen? Ja? He, het, is, het is misschien van een heel andere orde, maar het is, ik kom nog een keer terug op die, die trekwedstrijden. Ik. Ik, ik vind bijvoorbeeld in die trekwedstrijden: je kunt ervoor of tegen zijn. Maar bijvoorbeeld, voor mij zou 11 van de punten moeten staan op het feit of dat het paard stopt of dat de voerman zegt dat het paard moet stoppen. We zou een veel schonere wedstrijd krijgen. Want nu is trekken tot als het niet meer kan, maar dat is, dat is niet de bedoeling van mijn paardrijden. Nee, de bedoeling is van dat, dat, dat je het van nakker krijgt. De bedoeling is dat je het naar huis krijgt. De bedoeling is dat het dat nakker volledig geploegd geraakt. In dat trekwedstrijd, de voerman moet weten, ik kan tot daar en daar stopt het. En juist voor dat punt van stoppen moet de voerman zeggen stoppen. En dan gaat dat paard dat blijven doen, dagen en dagen en weken naar na elkaar. Maar als dat paard een keer ondervonden heeft van E-Stop het, Ja, dan Bob dat hè, Zo simpel is het. Hé. Ja, het is dat punt dat je nooit niet mocht, niet mocht tegenkomen met je paard. Hé. Ja. <tied>